Dag lieve mensen thuis, welkom bij een gloednieuwe video hier op GameKings.tv. En vandaag gaan we aan de slag met Grounded, de game van Obsidian. En om je heel eerlijk te zeggen, ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik weet dat Jelle hem al heel even heeft gespeeld. Ik zag dat Kevin hem al aan het streamen was. Maar ik heb geen idee waar deze game over gaat. Het lijkt een beetje op Honey, I Shrunk the Kids. Dat is cool. Dus vroeger, toen ik klein was, een van mijn favoriete films. Niet zo klein natuurlijk. Maar ik ben excited om aan de slag te gaan met deze game. Obsidian is kicking ass, as we speak. Ze komen natuurlijk ook met de Vault. Ze hebben die nieuwe DLC van The Outer Worlds. Ook heel enthousiast over. Dus het laat zien dat Obsidian echt enorm aan het groeien is. De muziek, je hoort het al, vind ik echt ontzettend bruut. We gaan erin duiken. Press any button. Oké, ik moet inloggen op Xbox Live. We spelen het op de PC trouwens, mocht het je ontgaan zijn. Want zoals je ziet, dit is een ultra-wide video. En ultra-wide kan volgens mij, as we speak, alleen nog op PC. Wellicht dat er een of andere gekke Xbox titel hier of daar ook dat soort ondersteuning heeft. Maar dat denk ik haast niet. Welcome to the Grounded community. This game is an ongoing work in progress and your feedback will be critical in helping to make it the best experience possible. Thank you for joining us and being a part of our development. Oké, dit vind ik best wel cool. Arachnophobia. ik haat spinnen, maar oké. Ik denk dat ik hiermee wel kan dealen. This game contains spiders that are often much larger than the player. If you're super not okay with that, you can enable arachnophobia safe mode in the accessibility options. Oké, dat vind ik een beetje overdreven. Maar oké. Ze willen natuurlijk ook dat deze game kids aanspreekt. We zitten hier in het hoofdmenu. Er is een single player en een multiplayer. Ik ga dit keer voor de single player. En hopelijk gaan we een goede tijd tegemoet. New game. Ik weet niet waarom er staat continue. Want ik heb deze game nog nooit gespeeld. Maar we doen gewoon een nieuw game. Mode selector. Medium. Ja, laten we gewoon een medium spelen. Willow Pete. Ik lijk precies op Pete. En mijn vader heet Peter. My name's Peter. My friends call me Pete. Here we go. A match made in heaven. Dit is dus een game preview. Whoa. Zo staat dat ook aangegeven bij Xbox Game Pass. You stepped in it this time. Wow. Just where in the world are you? Hello? Hij hapert wel een beetje. All right, Pete. Remember your scout training. Step one, get your bearings. Get your bearings. Jump. Oké. Dat hebben we nu gedaan. De game is ook echt ontzettend klein om te downloaden. Hij was iets meer dan 3 gig. De video die je nu kijkt is groter dan de game. Chucky Chubb's league-approved baseball. It's the size of my dang house. Ik denk dat ik die motion blur ga uitzetten, want ik vind die motion blur een partijtje irritant. Wat is er gebeurd? Ik heb een sprig gepakt. We kunnen craften straks. Een roasting spit, oké. Maar waar moeten we heen dan? Hier ligt iets. Pablet. Het ziet er wel vet uit hoor, moet ik zeggen. Het is niet grafisch super indrukwekkend of zo. Maar het ziet er wel stylish uit. Interact with the computer. Oké. Well, logic dictates that there are probably more of these stations around. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or someone. New recipes deciphered. Spiky sprig and a trail marker. Oké, we kunnen daarmee dus dingen maken. We need a steen. Pebbled axe. Die twee dingen kunnen dus met elkaar mixen. Denk ik.
Was dat de computer? Oh nee, ja, dat was de computer stuff. We hebben nog een tablet gepakt. Ze zijn friendly. Ze zijn friendly. Het begint een beetje druk om me heen te worden. Wat is dat? Waarom is er geen context met waarom we zo klein zijn? Nee, dat werkt niet. Minen Technologies. Jezus. Hij blijft me achtervolgen ook. Investigate the mysterious machine. Ja, dat zijn we nu toch aan het doen. Kunnen we erop staan of zo? Zullen we dat eens proberen dan? Dat kan niet. Okay, iets is hier flink zapt. Oh, hier, wacht even. Unblock the obstructed laser. Is het deze? Find water. Oké, die net hebben we te pakken. Oh, het is deze laser. Maar wat... Kijk, want die andere... Oh, daar. Nee, die is niet goed. Kunnen we dat gasprietje omhakken, denk je? Oké, requires a chopping tool. Craft. Deze. Craft and equip. Oké, we moeten 3 van die deze hebben. En dan kunnen we hem omhakken. Oké. Ja. Oh, woven fiber. Hoe komen we daaraan dan? Plant fiber. Zou dat het zijn? Hey, deze wil ik maken. Woven fiber 1, maar... Hoe kunnen we dat maken dan? Fiber bandage? Nee. Roasting spit, trail marker. Woven fiber. Staat er niet bij. Als we plant fiber van maken... Maar hebben sommige dingen ook een workbench nodig? Ja, deze gele dingen hebben een workbench nodig. Die hebben we ook niet. Oké, laten we gewoon verder lopen. Hé, werden we nou aangevallen? Ik ga wel heel even die grafische settings wat anders zetten, want ik word een beetje misselijk van framerate, unlimited. Nou,
Hoger dan 60 hoeft niet. V-sync is gewoon off, dat is oké. Motion blur, motion blur. Zet die maar even uit. Die vind ik erg vervelend. Anders even medium. Ik zou verbaasd zijn als het daar ligt, maar... Ja, het is iets beter. Find water and eat some food. Oké, waar kunnen we water vinden? Kijk, het is hier wel vochtig, maar er is geen water. Is dit water? Ja, zeker. Een food? Kan je dit ook drinken? Ik denk dat we misselijk worden, maar laten we kijken. Ja, nee, dit was geen goed idee. Mushrooms. You can eat the consumable items via the inventory menu. Oké. Worse than my mom's Brussels sprouts. Hey, maar we made it. Maar nu moeten we woven fiber hebben. Ik weet niet hoe we dat doen. Want we kunnen niks maken nog, hè? Ground for repairs. Ja, oké, die moeten we doen. Some of the lasers seem off, though. If you ever want to get to the bottom of what this mysterious machine does, it looks like you have to fix it. Ja, ik weet hoe we het moeten fixen. We moeten even die bel craften, maar... Waar doen we dat? Ik heb deze kunnen maken, maar dat hoeft niet. Die heb ik niet nodig, namelijk. Maar waar kunnen we dit vinden dan? Het is alleen voor mij niet duidelijk hoe ik aan de woven fiber kom. Je zou zeggen dat het gewoon plant fiber is. Oh, dat is gewoon... Zo valt het onder snacks. Blijven zoeken dan maar. Nog een paar mushrooms pakken. Because you never know. We hebben een hoop stuff, maar woven fiber niet. Uh-oh. Misschien moeten we toch maar een... Jezus, dat kunnen we ook niet maken. Laten we deze wel even maken. Aan mij? Maar ik heb geen idee waar ik dat spul kan vinden. Het enige wat ik hoef te maken is woven fiber. En dan kan ik... Dan kan ik met het apparaat aan de slag. Laten we de gangpaden volgen. Misschien komen we er vanzelf wel. Dry grass chunks, zie je. We komen al wat nieuwe dingen tegen.
vergeet even dat dat de spin was. Huh? Wat gebeurt er nou? Ja, er moet iets zijn met die plant fiber, man. Het moet wel dat zijn. Geef me woven fiber! Jelle heeft het gedaan. Ik ga hem anders bellen hoor. Oeh, die was heel goed geblokt. Oké, dat blokken dat voelt wel nice aan. Ik ga zo mijn hulplijn inzetten. Dit maakt geen sens! Aan dat dat de invisible wall is. Oh, oh nee. Get him! Ah. Pete was boiled by a bombardier beetle. Okay. After dying, you will respawn at your last safe respawn point. You can set up your respawn... never mind. Okay, dat ging veel te snel. All of your prior items can be found in your drop backpack where you left it. Okay. Kan ik zien waar dat is? Nee. Nee. Nee, dat is nergens te vinden. Zijn we alles kwijt? Kun je het opnieuw gaan proberen? Ik ga zo Jelle bellen, want ik kom er niet uit. Misschien ben ik stupid as hell. Maar ik zie het gewoon niet. Het staat ook niet in de menu hoe je dan aan woven fiber komt. Wel weer zo snel mogelijk een speer hebben. Sap hier. Kijk, ik heb nu 26 plant fiber. Dat moet toch wel genoeg zijn? Hier waren de mushrooms. Laten we daar ook een paar van pakken. Oeh. Daar is de spider. Heel voorzichtig doen.
Let's get out of there. Oké, mijn tas ligt daar. Laten we die eerst pakken. Gaan we nu heel even die spear craften. Ik vind het zo raar. Missing ingredients. Ja, het staat er ook niet waar ik dat kan krijgen dan. Ik denk dat ik het eerst moet analyzen. Ik denk dat dat het is. Ik ga dat proberen. Moeten we heel even naar die computer. En als we daar dan de plant fiber analyseren, kunnen we dan volgens mij woven fiber laten maken. Oké, waar worden we aangevallen? Get out of here. Rennen. Ook mooi dat dat die afstand boven die rugtas wordt in centimeters aangegeven. Dus niet in meters, maar in centimeters. Nice little detail. Dat vind ik dope. Oké. Oké, we made it. Oh. Take all. Hell yeah. Oké. Even kijken, waar is die computer? Daar. Gewoon rechtdoor. Sorry, die landmites die vallen mij zelf de hele tijd aan, hè? Nee. We gaan eerst naar de computer. Maar het wordt natuurlijk nog gevaarlijker bij nacht. Oh. Dus zij zijn die kabels ook aan het kapot maken. Waardoor de laser ook niet goed werkt. Goed dat we dit nog even tegenkwamen. Nog eentje? Ja. Oké, die hebben we. We hebben ze allemaal van de kabels in elk geval afgehaald. Snel doorlopen. Ja, het wordt wel donker. Dat is niet cool. Daar is de research station. Laten we die analyseren. En dan kunnen we denk ik met woven fiber dat spul maken. Deze analyseren, ja. New recipes. Zie je, dat bedoel ik. We hebben hem door. Sap, dat kunnen we natuurlijk gebruiken als soort lijm. Oké, wat willen we nog meer? Deze dry grass chunks. Die komen we ook best wel vaak tegen namelijk. Oké, nu kunnen we die bel craften, denk ik. Of niet? Of moeten we eerst hier dan die woven fiber maken? Nee, dat niet. Lean-to, die gaan we zo bouwen. Oh, we hebben wel clover leaves voor nodig. Oh my god. Woven fiber, ja. Craft. Pebble X. Craft. Waar is die? F. Equip. Oh, daar is de laser ook. Gaan we omhakken. Gaan we de lean toe bouwen. Zodra we de... Kijk, want die blaadjes... Kijk, nu kunnen we ook de lean toe maken. Welke daar? Deze moeten we ommaken. Oké, de laser.
maakt nu verbinding. Die heeft een slechte verbinding, omdat die beesten op de kabel zaten. One of the lasers, ja, dat is die. Ik denk dat we eerst moeten gaan slapen. Dus dat is een lean-to construct. Gaan we gewoon hier. Ja, zo. That's it. Ah, zo dus. Oké. Okay. Respawn point set. En we hebben de lean-to om te slapen. Kunnen slapen? Nee, nog niet. We hebben nog 2 uurtjes. Dan gaan we naar die laser toe. Ik denk dat we helemaal naar boven moeten klimmen om te kijken hoe... om te kijken wat er mis is. Want de kabel is in ieder geval gefixt. Hopelijk komen we geen beesten meer tegen. Kijk, want dit was die kabel. Daar zaten die beesten op. Ah, hier zit er nog eentje. En daar zit er nog eentje. Oké. Okay. Craft and equip a torch. Laten we dat doen. Is het een utility? Ik zou zeggen van wel, maar hij vindt een torch. 2 keer woven fiber hebben we nodig. Craft. Oké, ik moet ook snel wat gaan eten. Heb ik nog... even kijken, inventory. Oké. Wat een vervelende beesten. Time it right to perform a... perfect block. Nou, ik timed hem niet right, maar ik had hem wel. De laser! Hij is fixed! Gaan we terug naar ons dingetje. Ons tentje, want het begint al laat te worden. Hoe doof ik. Zo. Ik vind het wel dope hoor. Het is misschien wat simpel. Oh, dat kan dus niet. Het is misschien wat simpel, maar het hoeft niet altijd super complex te zijn. Het is een... Ik kan me voorstellen dat het met multiplayer een stuk leuker is. Want dan ben je gewoon lekker samen aan het survivalen. En het samenwerken en de communicatie onderling. Dat is dan cool. Oké, wat zal er gebeuren als we nu dat ding aanzetten? Want alles doet het. Oké, we zijn thirsty. Investigate the explosion at the oak tree. Nou, zullen we eerst maar gaan slapen? Want het begint redelijk laat te worden. En hier is onze slaapplek. Oh, over 10 minuten pas, oké. Okay. Explosion at the oak tree. Daar is de oak tree. Toch? Even kijken. Ja, dat is de enige tree die hier is. Mijn mama zegt dat ik een kamer room. En als we water tegenkomen, laten we dat ook meteen gaan opdrinken. Ik zie hier water.
We hebben ook nog steeds best wel honger, zie ik. Terwijl we best wel wat mushrooms op hebben al. Daar is de oak tree. Ik weet nog niet of we op tijd terug zullen zijn, maar... We kunnen ook daar natuurlijk een tweede hideout bouwen. We rennen er wel een beetje roekeloos heen. Oh. Hey, als ze friendly met mij zijn, ben ik friendly met hun. Alleen. Dat is best wel... Ja, eng wil ik niet zeggen. Maar het werkt wel op je zenuwen. Je hoort continu de hele tijd over... Hoor je overal. Kijk, hier is... Holy shit. Nee. Kom op, rennen. Nee! Nee! Holy shit. Oeh. Fuck. Oh, dat was wel echt even een schrikmomentje, man. Oké, je kan dus ook echt een hele vette hideout bouwen straks met ramen en deuren. Holy shit. Ik schrok me kapot. Hier is de boom. Ik heb nog steeds geen explosion of wat dan ook daar gezien, maar... Wel gigantische fucking spinnen. Ik zit vast in het gras. Zit hier onder de grond. Please don't let there be a spider. Oh man. Is dit explosion? Het is wel iets. Continue searching the oak lab. Gewoon een heel laboratorium hier. Like idealized geometric shapes in that pink thing. They can't be real. By the power of Helion, champion of the sun! Okay, deze locked. Is ook locked. Ah, nee hè. Moeten we weer naar buiten? Er moet toch wel een manier zijn. Rubel transcription unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Rubel and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping and grilling. Grilling? Klinkt een beetje op die robot van Borderlands. Claptrap. I need you to monitor these readings, Burgle.
And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Oké, okay, maar kunnen we deze knop niet indrukken? Nee. Er moet toch iets zijn? Is er geen één switch wat we over kunnen halen om die deuren open te krijgen? Ik heb echt geen zin om weer naar buiten te lopen, man. Oh, hier. Wacht even. Heel veel switches. Moeten ze alle drie gewoon op een rij? Zou dat? Nee, dat doet niks. Deze. Boom. Eerst even een beetje op knoppen rammen. En als dat niet lukt, heel even 2 seconden nadenken. Ik hoorde volgens mij iemand. Geen idee wat ik nu heb gepakt. Lopen we ook de verkeerde kant op. Hier moeten we helemaal niet zijn. Laten we gewoon even lopen waar we naartoe moeten. Wat is een burgel? Oh nee. Oh nee. Moeten we helemaal terug. De blokken werkt niet zo lekker, man. Of er zit er echt een enorme delay in of zo. Ik vond het niet lekker werken. Zijn de spinnen 's nachts gewoon pleiten? Would appreciate that. Waar is de boom dan, joh? Oké, we gaan die robot. Die gaan we zeker te weten pakken. Ik denk dat we een pijlenboog moeten gaan maken. Uh-oh. Ik denk dat we helemaal verkeerd lopen. Ik heb een bad feeling about this. We zijn er niet ver van verwijderd, man. Nee. 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 Ja, ik zie ook echt geen moer. Ik heb geen torch of niks. Oké, we zijn weer dood. Ah. Oké, respawn. We gaan nu even slapen. Wachten tot de volgende ochtend. Kijk, dan is het ook weer licht. Oh, zo maak je het dus echt. Oké, ja. We hebben een verkeerde ingang genomen. Dat zoveel is duidelijk. Die backpack daar, die kunnen we laten liggen. Die backpack daar, die moeten we zeker hebben. En daar zit alles in. De muziek is ook lekker eerie.
Doe me een beetje denken aan die serie Kippenvel ook wel een beetje. En Eerie Town, heette dat zo? Eerie Things? Ik weet het niet meer. Ik ga laten daarheen lopen. Volgens mij moesten we dan eerst omhoog of zo. Kijk, want hier zie ik nu wel die paarse dingen. Dat is waar we moeten zijn. We beginnen ook weer dorst te krijgen. Dus ik hoop dat we snel water tegen gaan komen. Waar is die ingang? Is het hier om de hoek? Ja, moet wel. Ja. Found it. Oké, we moeten oppassen voor burgle. Maar het is burgle niet. Het is Tezit. Waar is die? Daar. Is beruchtas. Take all. Where are you hurt? Help hem, help hem, help hem. Hij komt eraan. Thanks for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. Pijlenboog. Niet genoeg. Vette snor wel, man. I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Cool. En nu? Hello there. Acting science manager is upgrade as good as. Is there anything else I can help you with? Nee. What should I be doing now? You work on building a bigger base first. It seems like the insects in the yard have been getting a little riled up. Can I call my parents? No, there is no phone, but that is a good idea. You look like you still have questions. No? Is there anything else I can help you with? Fare thee well, Brave. Okay, we moeten oppassen voor die andere robot. We hoeven hem dus helemaal niet uit te schakelen. I find it a wonder that the Burgle Mark IV's never caught on. I believe them to be far superior to the Mark III's. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. Ik denk dat we hem hier gaan bouwen. Lekker dicht in de buurt bij deze basis. Hoe craften we dat dan? Clover leaves hebben we eerst nodig. Base building. Sorry. Construct. Laten we simpel beginnen. Zo. En dan een deur. Kijk. Woven fiber hebben we nodig. Die kunnen maken.
Ja, wat nog meer? Grass planks. We hadden net heel veel grass planks. We hebben clover leaves. Hoe komen we aan grass planks? Krijg je die bij echt grote dingen? Waar is gras? Gras, 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 gras. Oké, hier is geen gras in de buurt. Oh daar, jezus. Pancho! Oh, kijk dat huis. En daar is gras. Oké, ik heb dorst, ik moet echt drinken. Here we go. Ik ga die deur erin zetten. En then we're gonna call it a day. Denk ik. Is dit slim? Oh shit. Nee, dat is zeker niet slim. Oh, daar is nog een spin. Nee, oké, dat kan niet. Oh shit, hier zijn echt heel veel spinnen, man. Hoe kom ik in de tuin dan? Oké, hij loopt op mij te azen. Daar hou ik niet van. Want we hier eroverheen, dan kunnen we de tuin in. Ik zou gewoon hier mijn basis bouwen, joh. Landmark. Welp flavor drink. Oké, deze gaan we omhakken. Choke it down, Pete. It's worse than that. Brussels sprouts. Oké, laten we dat niet doen. Laten we eerst gaan hakken gewoon. Ik weet niet hoeveel we er nodig hadden, maar we kunnen een aantal dragen. Je bent wel heel snel vermoeid, zeg. Ook al heb je genoeg eten. Simpel dingetje maken. Oké, nu hebben we wel genoeg, denk ik. Nou, we kunnen er ook maar 5 meenemen. Lijkt wel een slang af en toe, die wortels van de boom, zeg. Kan wel hoog springen, die Peter. Kijk. Och, jezus, ik ben dood, man. Ditje, waarom is het zo lastig? Ik wil gewoon hier een deur. Moet het in een bestaande ding gezet worden? Dan past het niet daar tussen dan. Oké, pleur hem zo. Oké, we moeten heel veel woven fiber even maken. Oké, dit is een beetje onzinnig. Waarom kunnen ze dat niet? Waarom kan je niet gewoon een aantal instellen? Oké, wheat stems moeten we hebben.
Okay, ik ben echt gaan bouwen op de verkeerde plek. Dit is veel te ver lopen iedere keer. Oh, maak ze naar elkaar af? Oh, ze zijn een beest aan het opvreten. Dat is wel een beetje vernaaid, dat ik niet zoveel planken kan meenemen. Kijk, we zitten dichtbij de plek waar een spin zit. Laten we dat niet doen. Okay, dit had ik niet nodig. We hebben echt vers gras nodig. Maar meer kunnen we er toch niet meenemen. 5 was het, yep. Maar je moet wel echt veel resources verzamelen, wil je überhaupt een... Zolang die mij maar met rust laat, vind ik alles best. Wat waren die dingen onder de grond? Zou dat wormen zijn of zo? Het zag niet heel groot uit. Ik heb echt op de meest achterlijke plek heb ik een bunker gebouwd. Dit was echt niet slim. Mijn god. Het zal 4 grassprieten per wall. Hier zit verder helemaal niks, hè? Nee. Nee, hier zit helemaal niks. Dat gaat veel te lang duren. En ik voorzie niet zo... niet meer iets spannends. Dat denk ik... dat we bij deze de... Ik weet niet waarom ik die kant op kijk. Dat denk ik dat we bij deze de let's play gaan stoppen. En dan gaan we gewoon een keertje lekker verder op stream of iets dergelijks. Dat lijkt me een fantastisch idee. Gewoon met een paar anderen erbij. Ik neem aan dat de multiplayer maximaal 4 personen is. Want er waren maar 4 teenagers beschikbaar. Grounded. Ontzettend populair. Doet het goed op Steam. Doet het goed op Game Pass. En ik zie eigenlijk wel waarom. Ik weet niet hoe duur die is. Dat zou je heel even moeten onderzoeken. Dat ben ik vergeten te checken. Hij is maar 3,5 gig om te downloaden. Maar wat een charme heeft deze game, zeg. Toch weer een heel tof toetje van Obsidian. Het is geen Outer Worlds productie of iets dergelijks. Het maakt ook niet uit, hoeft ook niet altijd. We krijgen nog een fout van ze. Maar ook Grounded is gewoon een hele leuke en toffe game om te spelen. Jongens, jullie weten het. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En we checken elkaar de volgende keer weer. Ciao, later.